Wat is de wettelijke bedenktijd? Op het moment dat de koper en de verkoper beide een koopovereenkomst hebben getekend, dan heeft de koper eerst nog 3 dagen wettelijk bedenktijd. Na deze 3 dagen, als die voorbij zijn, dan is een woning of definitief verkocht als er verder geen voorbehouden meer zijn, of als er nog wel een voorbehoud is, is die onder voorbehoud verkocht. Wanneer gaat de wettelijke bedenktijd in? Deze gaat in op het moment dat een koper en verkoper beide hebben getekend om 12 uur 's nachts. Hierna heeft de koper 3 dagen bedenktijd. Hiervan moeten in ieder geval 2 werkdagen zijn. Ook mag deze 3 dagen niet eindigen in een weekend of op een feestdag. Dus om een voorbeeld te geven, stel dat er op een donderdag getekend is, dan eindigt die op zondag, maar dat mag dus niet. Dus dan komt maandag nog als een dag erbij. Te laat, dan riskeer je een boete. Dus stel dat je in die 3 dagen bedenktijd je afziet van de koop, dan mag dat gewoon kosteloos. Er is er niks aan de hand. Maar stel dat die 3 dagen bedenktijd voorbij zijn en je wilt dan afzien van de koop, dan riskeer je een boete van 10% van de koopsom. Mogen de 3 dagen ook langer duren? Ja, dat kan. Je kunt als verkoper en koper natuurlijk iets anders afspreken, dat het langer duurt dan 3 dagen. Alleen het kan niet korter. Het is wettelijk bepaald dat het minimaal 3 dagen moeten zijn. Door het hanteren van de 3 dagen bedenktijd wordt de koper beschermd en loopt hij minder risico. Had je nog vragen? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor meer Q&A's.